Dat is waar een beter klimaat begint. Grote bedrijven moeten nu rechten kopen om CO2 uit te mogen stoten. En we bouwen het aantal rechten af naar nul in 2040. Ook verhogen we de CO2-heffing fors. Zo betalen diegenen die het meest uitstoten ook het meest. Nederland moet duurzame koploper zijn in Europa en de wereld. Immers, als je niet voorop loopt, dan loop je achter. En met dit pakket is Nederland koploper. Met onze klimaatactie laten we zien dat het kan. En zo inspireren we ook andere landen om grote stappen te zetten. En dat is nodig, want de hele wereld moet een steentje bijdragen om onze aarde te redden. Het eerlijke antwoord is allebei. We hebben niet de luxe om mogelijke oplossingen uit te sluiten. En daarom zetten we vol in op wind op zee en faciliteren we de bouw van 2 extra kerncentrales. D66 is ook de partij van het eerlijke verhaal. Vliegen voor een tientje en kiloknallers in de supermarkt kunnen echt niet langer. Daarom willen we in de toekomst nog verder gaan dan nu. Een eerlijke prijs voor vliegen en vlees. En zo houden we onze aarde leefbaar voor toekomstige generaties. En kan iedereen blijven genieten van al het moois dat onze aarde te bieden heeft. Wat vind jij? Ben je voorstander van kerncentrales? Of wil je toch liever wind op zee? Laat het ons weten in de comments.